Welkom hier in Maastricht, in het prachtige theater aan het Vrijthof. De Publieksacademie probeert vandaag een antwoord te vinden op de vraag: gezonde leefstijl, is dat het nieuwe medicijn? Dan wil ik graag de aandacht voor de directeur van Vegel, je hebt het gezien, die zich ook altijd bezighoudt met leefstijl. En zijn naam is Karel Jonker, kom erbij. Applaus! Waarom is leefstijl zo'n belangrijk thema voor Vegel? Nou ja, we zijn natuurlijk van oudsher de hulpmiddelleverancier. Dan hebben wij wel best wel heel veel verstand van wat daar in die thuissituatie allemaal anders kan. Wat mensen wellicht in heel veel gevallen niet weten. Ja. En niet omdat wij daar zo eigenwijs in zijn, omdat we alles weten. Maar dat is ons werk. Ja. En laten we dat dan ook proberen in te zetten. Niet wachten tot u ziek bent of al een probleem hebt, zeg maar, ten aanzien van mobiliteit, om een voorbeeld te noemen. Maar laten we dan proberen dat al te doen als het gaat over welzijn, als het kwaliteit van leven en de positieve gezondheid. Dus dat is wel een andere benadering. Huisarts Thijs Wetsels kent de wetenschap achter leefstijl en geneeskunde en vertelt daarover. Als we dan gaan kijken naar een andere grote studie, de EPIC-studie. Dat is een grote Europese studie. Daar hebben ze 23.000 mensen een lange tijd gevolgd. En die mensen die hadden ze 4 adviezen gegeven. Stoppen met roken, zorgen dat je BMI onder de 30 blijft. 5 maal per week meer dan 30 minuten bewegen. En gezond eten. Gezond eten, groente en fruit, niet te veel rood vlees, voldoende vezels, voldoende calcium. Nou, dat was het wel zo'n beetje. Aan het einde van de rit hebben ze gekeken wie heeft zich nou aan die 4 adviezen kunnen houden en wie niet. Die hebben ze in groepen verdeeld en dat hebben ze met elkaar vergeleken. Dus degenen die het beste gedaan hebben, die hielden zich aan alle 4 die dingen. En degenen die het slechtste gedaan hadden, die deden niets van alles. En als we die gaan vergelijken, dan zie je dat als je die tegen elkaar uitzet, dat de groep die zich aan alle 4 die adviezen kan houden, die heeft meer dan 90% minder kans op het krijgen van suikerziekte. Het is enorm. Meer dan 80% minder kans op het krijgen van een infarct. En meer dan 35% minder kans op het krijgen van kanker. Dus dat zijn... Ja, ik schrok daar wel van. Ik vind dat enorm. En nu vergelijk je natuurlijk de mensen die het allemaal goed doen met de mensen die het allemaal helemaal niet doen. Dus als je dat in een normale bevolking gaat bekijken, dan ligt dat wat dichter bij elkaar. Maar die cijfers wijzen wel allemaal in 1 richting. En dat is dat leefstijl enorm belangrijk is. Inge Meester is leefstijlcoach. Echt een beroep van nu. Want zij weet alles over hoe stress, ontspanning, werkomstandigheden je leefstijl kunnen beïnvloeden. En hoe je dat met simpele ingrepen kunt veranderen. Dus met ademhaling en oefeningen heb ik weer mezelf gevonden. Weer 1 geworden. Op dat moment weer aarde. Onderbuik, ademhaling. En ik sliep in 1 keer weer lekker. Ik kon weer goed slapen. Daardoor werd ik ontspannender, lekker in je vel. En ik merkte dat ik daardoor in een heel ander rad kwam. Van waar ik vroeger in een negatieve rad zat en er niet uitkwam, zat ik nu in 1 keer in een hele andere flow. En merkte dat me dat heel erg goed deed. Margot Jonge is diëtist. Zij weet alles van overgewicht en ondergewicht. Wordt vaak vergeten. Ze weet wat je daaraan kunt doen. Maar ze heeft ook heel graag dat je blijft genieten. Leefstijl veranderen kost tijd. Dat heeft u ook in de casus gezien. Begin met kleine stapjes. Voor zowel overal als ondergewicht. Probeer elke dag een half uurtje te bewegen. Volhouden op de lange tijd. Dat is mijn advies. En de diëtist geeft advies op maat. Deze onderste quote is niet van mij, van de Maastricht-studie, maar ik vond hem wel passend hier. Niet alles is makkelijk te veranderen, maar het is misschien wel de moeite waard om het te proberen. Ramon Beuk is kok met een hart voor gezond eten. Gezond en lekker kan gewoon samengaan. En hij vertelt ons alles over gezonde keuzes en verleidingen weerstaan. Mijn passie is gewoon eten koken. Maar het gaat natuurlijk over gezondheid, over keuzes maken. Over of onze levensstijl erbij toe kan bijdragen dat wij gezonder leven. Nou, ik geloof heel erg in dat kan. Dat je echt met een goede focus op de juiste voeding voor verbetering kan zorgen. Daar heb ik ook een boek over geschreven. Dat boek heet Lekker Beter. Met een arts. Een arts heeft de focus op mensen beter maken. Ik op mensen lekker laten genieten. Vandaar dat we samengekomen zijn en gezocht hebben naar de verschillende situaties waar we in zitten. En hoe je in die situaties het beste voeding tot je kunt nemen om het beste te kunnen presteren. Dat is waar ik het een beetje over heb. Het gaat dan niet over diëten? Zeker niet over diëten. Het is ook heel duidelijk dat er op... Oh, dat stickertje staat er niet op. Maar mijn sticker op ons boek, dat heet Dit is geen dieetboek, hebben we erop geplakt. Dieet is niet echt
waar ik voor sta. Ik wil vooral laten genieten. En als je bewuster wordt, dan ben je sowieso al een stuk gezonder bezig. Het leukste quote van de dag vond ik. En daarna laat ik het laatste woord aan jou. Doe niet zo heilig. Mee eens. Goed. Geniet ja, vooral. Dat is het. Wees niet zo heilig en geniet vooral. Dankjewel, Ramon Deuk. Kijk. Geweldig, ja. Ja. Waarom? Ik heb veel geleerd. Ik heb bijvoorbeeld wat ik geleerd heb. Ik ben fanatiek bezig met allemaal diëten, diëten, diëten. Ik heb nu geleerd dat ik die allemaal aan de kant moet gooien en op mezelf moet letten. En ook bevestig ik wat ik zelf al mee bezig ben. Dus meer bewegen en tussen de mensen zijn. En dat werd eigenlijk bevestigd. Ja, heel leuk. Ik vond het een hele leuke manier om dus op deze manier iets mee te maken. Ja. Belangrijk? Ja, uiteraard. Want leefstijlverandering is wel heel belangrijk en zeker ook in de toekomst. Ja.